Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 28 december. Er zijn vrij veel hoge wolkenvelden boven Nederland, maar het is wel overal droog en vandaag gaat de zon ook flink schijnen. De temperatuur ligt vanochtend wel rond het vriespunt, het is dus vrij koud. De wind die waait uit het zuidoosten en is overwegend zwak, aan zee af en toe matig. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 2 tot 5 graden. Ook dan zijn er flinke zonnige perioden en blijft het overal droog. Vanavond klaart het breed op of blijven de opklaringen eigenlijk aanwezig, moet ik zeggen. de temperatuur daalt weer tot rond het vriespunt. In de nacht gaat het weer licht vriezen en kan er lokaal ook een misbank ontstaan. De wind die blijft zuidelijk en is overwegend zwak. Morgen opnieuw een dag met flink wat zon, maar ook weer die wolkensluier. 's dus Middags wordt het 4 of 5 graden. En de wind die neemt iets toe, die wordt matig uit het zuiden of zuidwesten. Het blijft morgen de hele dag droog en dat geldt ook voor de maandag en dinsdag. Dan wordt het overdag ook wat warmer. Vooral maandag zijn er flinke zonnige perioden, dinsdag is er wat meer bewolking. Tijdens de jaarwisseling van dinsdag op woensdag is de temperatuur rond het vriespunt en kan het ook mistig worden.